Welkom bij deze nieuwe vlog. Kijk waar ik sta, in een prieeltje in Roermond. En dat is niet voor niks, want ik ga me zo dadelijk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Met de informatie, met mijn Kamer van Koophandelnummer, met een checklist en ze doen bijvoorbeeld ook evenementen organiseren met tips over het starten van het bedrijf en alles wat daarbij komt kijken. En daarna kon ik het natuurlijk niet laten om nog even te shoppen, dus om in de sfeer te blijven, een mooie zakelijke blazer en natuurlijk kinderchampagne om het te vieren. Ik ben inmiddels weer thuis en wat ik jullie graag verder in dit filmpje nog wil laten zien is hoe ik mijn website heb gemaakt en hoe ik mijn video's doe editen. Want ik kreeg een paar vragen hierover en ik wil jullie best laten zien hoe ik dit heb gedaan en laten zien welke programma's ik gebruik en jullie tips geven. Dus kijk mee. Nou, ik zal beginnen bij de Kamer van Koophandel. Want hier heb ik me dus ingeschreven en een afspraak gemaakt voor een eenmanszaak. Nou, je moet dan dus inloggen met DigiD. En daarna ga je, eerst moet je eigenlijk kijken, ben je ondernemer? En er zijn dus controlevragen en dat gaat erover van, verdien je geld met het bedrijf? Doe je dit voor andere mensen dan alleen voor je familie? Kun je concurreren met andere bedrijven? Dat zijn een beetje de vragen die daar worden gesteld. Ik zal ze even openen. Je levert diensten of producten, je vraagt meer dan een kostprijs, dus een commerciële prijs. En je doet zaken met andere mensen dan alleen vrienden of familie. Dus je kunt de concurrentie aangaan met andere ondernemers die dezelfde of gelijkwaardige diensten of producten verkopen. Nou, aanvullende vragen, dan zou je dus in kunnen schrijven. Ik denk dat we gaan naar dezelfde pagina. Dan heb je al een eenmanszaak, je kunt dus maar één eenmanszaak hebben. Nou, verder nog meer informatie. Dan log je dus in en dan krijg je een inschrijfformulier. En bij dat inschrijfformulier moet je eigenlijk vragen invullen. Zoals welke naam je graag wil, wat de activiteiten zijn, gewoon je persoonlijke gegevens. Dan moet je natuurlijk die gegevens goed controleren en helemaal compleet het formulier invullen. En dan maak je een afspraak met een kantoor. Die zitten door heel Nederland. Bij mij zat er meest dichtbij in Roermond. En dan tijdens de afspraak, zoals ik al eerder zei, dan gaat de medewerker nog met jou door die gegevens heen. En dan, als het dan allemaal goed is, dan krijg jij jouw KVK-nummer. Ik had bijvoorbeeld dat ik qua omschrijving van de activiteiten op had geschreven hulp bij social media op het gebied van dieren en natuur. En toen zei de medewerker van de Kamer van Koophandel dat ik het ook zou kunnen omschrijven als alleen hulp op social media. Omdat andere mensen uit andere sectoren, zoals wat ik nu eigenlijk al heb gedaan, die mogen mij natuurlijk ook gewoon benaderen. Dus als je het heel erg wil specificeren op één ding, dan kun je dat erbij laten staan. Maar dat hoeft dus niet. Maar het was dus geen probleem dat ik dat had geschreven, want dat kun je zelf ook nog naar de hand aanpassen. Kan ik dus nu ook nog zelf doen. Maar met die medewerker heb je het er dus over en kun je nog kleine aanpassingen maken. En zij controleert ook nog gewoon de gegevens en zorgt ervoor dat alles klopt, zodat het aangemaakt kan worden. Toen heb ik dus dit mapje gekregen met die informatie erin over het Kamer van Koophandelnummer. Zie je dat het allemaal op jouw naam staat. Staan de gegevens nog op en daar heb je dus je handtekening onder gezet. En dan heb je je KVK-nummer en ben je ingeschreven. En dan ben je ook, wat hier ook in staat, dat je dan ook ingeschreven bent bij het handelregister. Dus dan zijn mensen op de hoogte dat dat echt jouw bedrijf is. Dan gaan we nu eventjes verder op mijn laptop met het bekijken van mijn website. Nou, dit is dus mijn website www.laurascybersview.nl. Ik heb mijn website gemaakt via WordPress.
Daarmee heb ik dus ja, deze foto's en teksten allemaal toegevoegd. Je kunt natuurlijk eens een kijkje nemen op de website. Maar ik zal nu ook laten zien hoe dan de achterkant eigenlijk van de site eruit ziet. Misschien heb je dat wel al eens gezien, maar dit is dus het dashboard van WordPress. En hierin kun je dus allerlei dingen installeren, toevoegen. Maar ik heb gebruik gemaakt van de plugin Elementor. En met Elementor kun je eigenlijk direct in de website dingen aanpassen. Dus als ik dan inlog op de website, dan kan ik direct bijvoorbeeld dit een ander lettertype geven of groter maken of kleiner maken. Dus dat is een plugin die je kan installeren via WordPress. Maar iemand die hier veel meer over kan vertellen nog, en die mij eigenlijk ook heeft geholpen via YouTube om de website te maken, dat is dit filmpje van Webtalis. Hierin wordt, dus meer dan 2 uur een YouTube filmpje, en hierin wordt eigenlijk stap voor stap wordt hierin verteld ja, hoe je de website kunt maken, hoe je bijvoorbeeld dus die plugins kan installeren. En aangezien ja, hij mij daar ook heel erg mee heeft geholpen, of dit filmpje mij heeft geholpen om mijn website te maken, want die heb ik dus zelf gemaakt met gewoon informatie van internet, ja, vond ik dat ik dit YouTube filmpje ook wel kon benoemen. En dan ook de hosting. Als je dus een site in de lucht wil hebben, moet je natuurlijk een domeinnaam hebben en een hosting. De hosting die zorgt er eigenlijk voor dat jij ja, in de lucht bent met je site. En dat jij, als je in de balk intypt www.laurascijbersview.nl, dat je dan ook op de site uitkomt. Dan heb ik voor deze hosting gekocht, omdat ik dus hoorde dat andere mensen hier positieve ervaringen mee hadden. Ik heb ook natuurlijk wat reviews opgezocht. En ik vond het ook fijn dat ze ook bijvoorbeeld dus een klantenservice hebben. Dat je dus ook een e-mailadres hiermee kunt ontwikkelen. Zeg maar. Ik heb dus bijvoorbeeld als e-mailadres info@laurascijbersview. En dat heb ik ook via deze hosting gedaan. En je kunt meerdere pakketten kun je kopen. Bijvoorbeeld voor 1 jaar of voor 3 jaar. Je kunt kiezen met weinig ondersteuning of met veel ondersteuning. En ja, hier heb ik dus mijn hosting. Ik zal het linkje van Cloud86 van de hosting zal ik in de beschrijving zetten. En dat is een affiliate linkje. Dus dat betekent dat als jij op die link klikt en jij gaat via Cloud86 een hosting aanvragen en kopen voor jouw website, dat ik daar dan ook een bijdrage van krijg. En voor jou kost dat verder helemaal niks meer of zo. Maar Cloud86 ziet dan dat ik hun website aan iemand anders aanraad. En dan krijg ik dus een bijdrage. Dus ik zou dat ja, heel erg aardig vinden als je toch de hosting zou willen kopen, dat je dat dan via mijn linkje in de beschrijving doet. En daarmee help je mij weer. En dan gaan we kijken naar mijn videobewerkingsprogramma, dat ik dus gebruik om de YouTube-filmpjes te editen. Als videobewerkingsprogramma gebruik ik DaVinci Resolve. En daarvoor heb ik ook een goede uitleg op YouTube gevonden. En dat is namelijk dit filmpje. Dat is van de videomakers. En hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe DaVinci Resolve werkt. Wordt er ook verteld hoe je dit kan downloaden. Het DaVinci Resolve is zelfs een gratis programma. Dus dat is echt super fijn. Want eigenlijk zitten er alle functies op die ik in ieder geval nodig heb. Dus ja, ik zou dit zeker als een tip mee willen geven. DaVinci Resolve kan niet op iedere laptop en computer gedownload worden, omdat dit best wel ja, een groot programma is, wat veel functies heeft. Dus niet iedere laptop of computer kan dit aan. Mijn laptop kan dit dus bijvoorbeeld ook niet aan. Dus morgen, als ik het op de computer ga bewerken, dan zal ik ook even het programma laten zien en hoe ik er dan mee werk. Ik heb het maken van een website en het editen eigenlijk gewoon mezelf aangeleerd door informatie die ik op internet kon vinden. Die 2 aanbevelingen die ik jullie al heb gedaan op YouTube, ja, die zou ik zeker gaan bekijken als je ook aan de slag wil met WordPress of met DaVinci Resolve. Zij hebben me echt heel erg geholpen met ja, eigenlijk een hele makkelijke uitleg die stap voor stap je meenam in het proces. Tuurlijk kom je dan ook nog wel dingen tegen die je misschien niet meteen weet, maar ja, dat is natuurlijk even doorzetten en opzoeken en dan kom je er uiteindelijk ook al uit. Of natuurlijk iemand anders om hulp vragen die ja, daar al meer ervaring mee heeft. En nu omdat ik ja,
al deze dingen al een keertje zelf voor mijn eigen bedrijf heb gedaan, kan ik natuurlijk ook andere mensen hiermee helpen. Bijvoorbeeld afgelopen donderdag, toen had ik een gesprek met iemand die ook zijn eigen onderneming op wil gaan zetten. Wel in een hele andere sector, maar dat was natuurlijk ook heel leuk om het daar een keer over te hebben. Met haar heb ik nagedacht bijvoorbeeld over de naam, maar dan komt natuurlijk ook al snel de domeinnaam aan bod. En hoe je dit dus doet, dus met WordPress bijvoorbeeld. En ja, dan is het wel heel fijn om er zelf al ervaring mee te hebben en iemand te kunnen helpen. Dus ik hoop dat jullie met dit filmpje natuurlijk ook al geholpen zijn met de tips die ik jullie geef. En ja, hoe ik het eigenlijk heb gedaan. Dan zal ik morgen dit filmpje weer even oppakken. En dan zien jullie hoe ik het filmpje uiteindelijk ga bewerken. Hallo, het is de volgende dag en ik ga jullie nu meenemen in mijn editprogramma. Nou, dit is dus het programma DaVinci Resolve. Hier beneden zie je dus allemaal... ja, eigenlijk vervolgstappen. En als je die allemaal doorgaat, dan kom je uiteindelijk bij deliver. En ja, ga je eigenlijk steeds de bewerking door. Het eerste puntje is dus media. Om dus dingen in te gaan voegen. Filmpjes die jij in je uiteindelijke YouTube filmpje wil gaan gebruiken. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb de bestanden geselecteerd. En nu voeg ik die hier toe. Dan zie je dus dat dit alle beelden zijn die ik... gisteren heb gemaakt. Die jullie nu in dit YouTube filmpje waarschijnlijk al gezien hebben. En nu ga ik dus eventjes laten zien hoe ik dit dus heb bewerkt. Ik zal eventjes heel kort laten zien hoe ik het dan edit. Hoe dit programma een klein beetje werkt. Maar kijk vooral het YouTube filmpje als je een beetje een ja, stap voor stap uitleg zou willen. Nou, ik heb hier dus nu mijn beelden staan. Als ik die dus in het filmpje wil gebruiken, dan moet ik die hierheen slepen. Ik slip nu even twee beelden erheen en dan ga ik direct naar edit. Nou, dit scherm hebben jullie misschien wel eens vaker gezien, want dit zie je wel vaker bij ook andere videobewerkingsprogramma's. Vind ik er zelf altijd heel erg cool uitzien dat je hier een beetje mee kan werken. Nou, wil ik ze gebruiken, dan sleep ik ze weer hierin. Dan zie je dus dat het beeld en geluid is. En eigenlijk heb je dan al, als je op de spatiebal klikt, twee beelden achter elkaar. Nou, die ga je natuurlijk bewerken, bijvoorbeeld nog muziek toevoegen of korter maken, knippen of ja, een voice-over of wat dan ook. En uiteindelijk, als het helemaal af is, dan sla je hem op. En dan heb je eigenlijk al je film. Maar natuurlijk is al het editwerk wat er nog bij alle beelden zit nog wel iets meer. Dat kost nog wel wat meer tijd. Dus ik zal nu een timelapse doen van hoe ik het eerste stukje van deze film bewerk. Natuurlijk zo dadelijk nog deze beelden die ik nu op aannemen ben ook uploaden en hier ook nog in verwerken. Wat jullie dus nu aan het kijken zijn. Ja, ik hoop dat je een leuk filmpje vond. Als ik jou zou kunnen helpen met een van de dingen die hier aan bod komen, dan mag je natuurlijk altijd een berichtje sturen, contact opnemen. Ik zal de linkjes van alle dingen die ik benoemd heb, zoals de YouTube filmpjes en de hosting en alle andere dingen, in de beschrijving zetten. Dus dan kun je daar makkelijk heen. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En je mag natuurlijk altijd een opmerking achterlaten. En het zou leuk zijn als je wil abonneren. En dan zie ik je de volgende keer weer.